ik dit is een hotel van Grauw, waar we heerlijk rosé'tje hebben gedronken. Nou, Grauw is een en al watersport. Grauw is de watersport, zou je bijna zeggen. Er is hier van alles. Scheepswerven, grote vuurbedrijven. Er is ook een hele grote afdeling voor monteurs. Noem het maar op. Bekend stekje hier zo. Nou, hier komen we nog een boot tegen die wij kennen uit de Oude Wetering, de Malle Jan. Ons hondje vindt het ook heerlijk. Ik vind het ook van alle uitzichten. Hi Jess, Jessie. Ja. Ja, als je dit beleeft, dan ben je miljonair hoor. Dus zo voelt het. Een paar perceeltjes voor de liefhebber van heel veel geld. We hebben onze boot achtergelaten op een ankerplaats. Een heel leuk stukje omdat je daar alle schepen voorbij ziet varen in het Precis Margrietkanaal in feite. En alles wat naar de jachthavens gaat en trekt. Nou, dat zie je op zich, een hartstikke leuk stukje. Pontje. Daar in de verte zien we in ieder geval het schip van de Zolderwerf, de Thalassa. Dat is een 12,5 meter superlauwsmeer. En even rechts daarvan zien we de Henrik, die daar touw ligt te wachten op ons. De Thalassa trouwens ook een heel mooi schip. Keurig niks verzorgd. De jachthavens, dan gaan we aan de buitenkant. Groot restaurant. Hier de Henrik, die heeft vast wel het koudst staan binnen.
denken dat we dat maar moeten aangrijpen op dit moment. Want het is vandaag toch een graad of 26. Weer genieten.